Paardentherapie, zo heet de werking waarmee de leerkrachten van Zonnebos de kinderen leren omgaan met paarden en met elkaar. Omdat de vroegere weide te klein werd voor de vier paardjes en er geen oplossing uit de bus kwam, dreigde de therapie te moeten verdwijnen. Dankzij VZ2 Campus Landschap en het gemeentebestuur van Schilde is er nu een oplossing gevonden. Er werd een stukje weide van de katers ter beschikking gesteld. We zijn eigenlijk de enige school, denk ik, in Vlaanderen die over eigen paarden beschikt. Onze hypotherapiewerking is ruimer dan hypotherapie, is eigenlijk equitherapie. Paarden inzetten op verschillende domeinen binnen de school. Toch is paardentherapie meer dan gewoon paarden verzorgen. Dat is een postgraduaat in Gent en dat bestaat uit 2 jaren waar dat we de verschillende doelen en doelstellingen leren kennen waar je het paard voor kunt inschakelen. Dit is een originele manier natuurlijk en een heel leuk leermiddel. Helemaal anders dan de schoolbanken en de schoolboeken. Voor de kinderen maakt het niet zoveel uit waar de paarden staan. Voor hen is het belangrijkste dat ze dagelijks met hun paardjes kunnen bezig zijn. Ik vind dat zo plezant omdat de paarden zelf ook heel leuk zijn. En ik zorg er ook goed voor. Maar ja, het is heel leuk. Dat is tof. Wij verzorgen ook elke dag de paarden. We doen de stront. We gaan water halen voor de paarden. En we geven ze eten en drinken. En dat is heel tof. En je kunt de paarden knuffelen.